Ruurd Postma is 40 jaar geleden bij de politie in dienst gekomen. Schie sprak met hem en blikte met hem terug op de afgelopen periode waarin hij het werk heeft zien veranderen. Hoe bent u begonnen bij de politie? Ik ben mijn opleiding begonnen in Rotterdam. De Heer Bokelweg, nou, dat is dus 40 jaar geleden, liep ik daar binnen. Daarna ben ik geëxamineerd en ben ik begonnen op de Slingen, Zuidplein. Dus ik heb 17, 18 jaar rondgelopen op Rotterdam-Zuid. En vanaf 99 aan de noordkant terechtgekomen, naar bevorderd te worden, naar mijn sluis. En dan hier in de regio diverse bureaus, Hoek van Holland, Recherche, Bureau Vlaardingen, allemaal doorlopen. Wat is er in die tijd allemaal veranderd? Ja, het is natuurlijk wel een beetje veranderd allemaal van de beste vriend van de mensen. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Het geweld is groter geworden. We zijn beter, hoe noem je dat? We zijn beter aangekleed. We hebben nu allemaal een persoonlijk veiligheidsvest moeten krijgen, omdat de dreigingen steeds groter zijn. Het vrije lopen in je, vroeger je blauwe overhemd, ja, dat is er niet meer bij. U schijnt een zeer betrokken wijkagent te zijn geweest in Woudhoek. Wat heeft u daar allemaal gedaan? Nou, ik ben echt inderdaad wel iemand die echt betrokken is bij zijn werk. Ik zoek ook het contact met het publiek. Ik denk dat dat mijn sterkste kant is. Het contact zoeken met de bewoners in de wijk. Het aanwezig zijn en vooral herkenbaar, laagdrempelig met de mensen omgaan. Ik heb daar vooral wel de jeugd heel erg kunnen ontmoeten. Maar ook de speeltuinen gevrijwaard van de hangjongeren. En ja, dat wordt wel heel op prijs gesteld. Dat de speeltuintjes zijn voor wie ze zijn. En niet voor de grotere jongeren en die te bevuilen. De bewoners wilden u eigenlijk niet kwijt. Wat vindt u daarvan? Ja, ze wilden mij niet kwijt. Ja, inderdaad. Ik voel me wel heel erg vereerd daardoor. Maar ik wist dat het maar een plek voor een jaar was. En ja, een jaar houdt gewoon op. En ik vond het prettig dat de mensen daar naar mij keken als zijnde van, hey, leuk dat hij er is, maar jammer dat hij weggaat. En wat vindt u het leukste aan uw werk? Ja, het onverwachte contact wat je hebt. Je weet hoe laat je moet beginnen. Je weet niet wat op je pad komt. Je gaat natuurlijk wel 9 op de 10 keer op tijd naar huis. Maar ja, het loopt zomaar uit. En ja, dat is de verrassing in dit werk steeds. Wat is hetgene wat u het meest is bijgebleven de afgelopen jaren? Ja, wat je blij blijft in zulke soort jaren is natuurlijk altijd wel helaas het verdrietige momenten. De eerste doden die je tegenkomt en het bericht aan moet zeggen als je zelf nog zo jong bent bij de familie. De Bijlmerramp is me heel erg bijgebleven, want daar zijn wij toen in Rotterdam hebben wij bijstand moeten verlenen aan Amsterdam. Maar ook heel erg grappig dat je een van de eerste keren gefotografeerd wordt in een scootmobiel. Omdat je die gewoon alleen maar van A naar B moet brengen. En dan overal rondvliegt met de foto's in krantjes en op internet. Ja, dat zijn dan weer hele grappige dingen. Hoe ziet u de toekomst voor zich bij de politie? Nou, na 40 jaar, in mijn oude CEO stond dat ik met pensioen of FLO of FUT mocht gaan, hoe het dan ook maar heette. Maar dat zit er niet meer in. Ik ga deze komende jaren echt met heel veel plezier nog gewoon werken in dit beroep. Het is best wel een onderbezetting. Hoe zit dat? Hier in Schiedam kunnen we het allemaal redelijk goed volmaken met personeel. De surveillanceauto's zijn altijd bezet. Dus wij kunnen hier in Schiedam altijd wel de mensen bedienen met de 112-meldingen. Het is en blijft een machtig beroep. En iedereen die het hoort, kijk eens een keer om en denk er een keer over na. Als je dit beroep één keer gedaan hebt, dan wil je niks anders meer.